Welkom bij het Stuur van de Bollensteek. We nemen de afslag Noordwijk te doen met Stephanie van den Berg van Noordwijk Zelfstandig en Kokju van Puur Noordwijk. Van harte welkom. We hebben de lintjes gehad en er zat een bekende bij, hè? Ja, onze commissielid Jan Heus, die is geridderd vandaag. Ridder in de orde van Oranje Nassau. Zelfs ridder geworden. En het bijzondere was dat zijn vrouw ook een lintje had gekregen. Dus echt, we zijn heel trots op hem. En vanaf deze plek wil ik hem hartelijk feliciteren. Hij en zijn vrouw. En uniek, en echtpaar, geloof ik. Ja, volgens mij wel. Nooit eerder voorgekomen, dacht ik. Nee, en er waren er acht waren er aan de beurt. Er konden er slechts 7 bij zijn. Boukje Mulder, die kon er van onze partij helaas niet bij zijn vanwege ziekte. We wensen haar natuurlijk heel veel sterkte, maar ze heeft ook een lintje ontvangen. Alleen dat gaat ze nog uitgereikt krijgen als ze zich weer wat beter gaat voelen. Oké, dus dan heeft het de koning wel behaagd en hij is uitgereikt. Maar nog niet opgespeld. Hij is nog niet opgespeld. Oké, dat moet nog uitgereikt worden. Ja. Nou, prima, heel goed. Heel veel lintjes in de hele Bollensteek uitgedeeld. En altijd een feestelijke bijeenkomst. We gaan naar de politiek. We blikken terug op de raadsavond van donderdag. En het was de grote vredespijpavond. Ja. Want 2 weken geleden stapten jullie toch met een boze blik op. En dan liepen jullie hard weg met 3 oppositiepartijen. Ja. Het ging allemaal om een toekomstplan. Hoe moet Noordwijk eruit zien in 2030? De omgevingsvisie genaamd. En jullie waren het niet eens met de opzet. En daarom stapten jullie op. Ja. Waar waren jullie het precies niet over eens? Nou, het onderwerp, de startnotitie, is terechtgekomen in een ordersvormende sessie. We gingen 2 weken geleden beginnen met de nieuwe vergaderwijze. Er zijn duidelijke afspraken, duidelijke regels tussen de verschillende fases. Wij hadden eigenlijk heel veel vragen nog. Waardoor we vonden dat we niet klaar waren voor een ordersvormende sessie. En vandaar dat we van tevoren hebben aangegeven bij de Griffie of het stuk in een informerende sessie kon komen. Dat hebben we aangekaart op het moment dat de agenda vastgesteld werd. En dat mocht niet. Nee. Even voor de goede orde, jullie vergaderen nu in 3 fasen. De allereerste fase is eigenlijk informatieuitwisseling met iedereen puur aan tafel. Op het moment dat je, dan moet je alle vragen naar boven krijgen. En ook daarbij zitten ook vaak inwoners aan tafel. En wij vonden het een gemiste kans dat de inwoners niet konden meepraten over of dit nu echt de startnotitie was. Zo. Want die eerste fase is overgeslagen en de tweede fase is dat de politiek onderling gaat discussiëren over onderwerpen. Debat, ja. Dus en al je vragen moeten beantwoord zijn. En er is op dat moment zijn er geen inwoners meer die meepraten over het onderwerp. En dus ook niet kunnen aangeven of dit alles is wat erin zou moeten staan. Oké, waarom werd die eerste stap overgeslagen? Nou, hij is niet helemaal overgeslagen. Er zijn diverse rondes vooraf aangegaan met onder andere de diverse betrokkenen. Dus zogenaamde stakeholders, dus de NOV, maar ook meedenkers. Die mochten zich aanmelden. En daar zijn dus informatierondes geweest. Pardon? Alleen, het was misschien nog niet volledig genoeg in de ogen van onder andere Noordwijk Zelfstandig. Mag ik daar wat op zeggen? Ja. Want ik weet dat de meedenkers zijn niet betrokken bij de startnotitie. Die zijn pas daarna. Dus dat was ook nog een punt. De startnotitie lag ter besluitvorming. Eigenlijk voor het oordeelsvormen. En daaraan voorafgaande was er al een avond geweest met stakeholders en meedenkers. Terwijl we eigenlijk nog niet hebben besloten over of dat nou de manier is waarop we ze erin willen. Nou, zullen we maar even zeggen. Procedureel gedoe, zeg maar. Want er staat niemand meer van. Dat is een politiek feestje, hoe jullie met het onderwerp omgaan en hoe dat besloten moet worden. Maar jullie zijn wel boos, jullie stappen uit de vergadering. Iedereen snapt dat er dan wat aan de hand is. Ja. De burgemeester zei, ik ga het gesprek aan. Ja. Zijn jullie bij de burgemeester op de koffie geweest? We zijn geweest en we hebben een heel goed gesprek gehad. We hebben aangegeven wat het punt was. Hij verwoordde het als een druppel die de emmer deed overlopen. Het gaat natuurlijk al langere tijd niet lekker. En er is veel gedoe. De dag erna hadden we... Dus de collegepartijen, de regeringspartijen en de oppositiepartijen. We hebben het idee, dat heb ik hier ook al eens eerder gezegd, dat we dingen proberen en dat we steeds worden tegengehouden. Dat de keuzes eigenlijk al gemaakt zijn. Er is weinig discussie meer in de raad zelf. Ik weet niet of u zelf twittert namens uw partij, maar u noemde zelfs het woordje machtspolitiek, hè, als het over de partij van uw buurman gaat. Nou ja, het lijkt erop dat alles al vooraf besproken is en uitgekookt is, waardoor wij er niet meer tussen komen. Is dat zo? Nou, in ieder geval sinds gisteren houden we weer van elkaar. En we moeten denk ik ook gewoon de dingen opnieuw gewoon gaan doen met elkaar op een prettigere manier samenwerken. Want inderdaad, het afgelopen 12 maanden blonken we niet uit met elkaar in overleg, in goed overleg. Nee.
En dat moeten we gewoon beter doen. Maar hebben de regeringspartijen altijd een voorsprong? Weten die meer? Wordt het van tevoren al afgetikt, bepaalde onderwerpen? En die oppositie mag nog een beetje geluid maken, maar die staan achteraan de rij. Nou, zo is het niet helemaal. Maar er zit natuurlijk wel, er is natuurlijk wel een coalitiekoers. En daar worden natuurlijk door het college worden daar voorstellen voor gedaan. En wij als collegepartijen kijken daar natuurlijk ook kritisch naar. Maar met een andere blik dan de oppositiepartijen. Maar zijn we het niet met elkaar eens? Of is er verschil in procedure en in behandeling van partijen? Nou, dat laatste betwijfel ik. We zijn het zeer regelmatig niet eens. Vooral met de toon. En dan spreek ik ook op persoonlijke titel. De toon die af en toe wordt gezet vanuit de oppositie. Die wekt op een gegeven moment eigenlijk al dat de andere kant gewoon ook met de hak in het zand gaat. En daar moeten we proberen op een informele manier ook eens een keer met elkaar van gedachten over te wisselen. Want ook dat twitteren bijvoorbeeld, dat is af en toe een doorn in het oog. Want als je ziet wat daarvoor dingen worden gezegd, dan heb je het over respect ten opzichte van elkaar. Wij kunnen het prima met elkaar vinden, maar als je dan de twitterberichten leest, dan denk je van, zit ik op een andere golflengte of... U houdt normaal wel van elkaar, maar niet op Twitter, begrijp ik. Zo ongeveer. Nou, ik twitter niet, maar ik hoor af en toe wat er getwitterd wordt. Dus. Oké. Okay. Komt het ook niet gewoon omdat CDA en VVD kunnen nog steeds niet wennen aan het feit dat ze geen regeringspartij zijn, maar een oppositiepartij? Ja, daar kan ik niet over oordelen. Ik kan het heel goed. Vroeger was het beter. Nou ja, ik ben vrij nieuw in de politiek, dus hoe het vroeger ging, dat weet ik niet. Ik kan het goed met ze vinden en we liggen aardig op één lijn. En we proberen alleen maar dat het transparant wordt. Dat er inderdaad wordt geluisterd naar de inwoners. En dat we vooruit gaan met Noordwijk. We staan al zo lang stil en alles moet zo lang duren. We moeten vooruit. Oké, okay. Nou, u heeft zelf een eigen avond gehouden om toch de mening van de Noordwijkers te inventariseren. En dat werd dan vertaald naar een amendement en een motie. Klopt. Wat had u opgevist bij die Noordwijkers in Royal Salt? Nou, het was een succesvolle avond. 60 tot 70 man waren daar aanwezig. En er werden toch nog puntjes aangedragen. Want ook ik vond de startnotitie heel compleet. Vrij compleet. Toch bleek dat, en dat is het, daarom wilden we ook zo graag die inwoners horen. Dat er toch nog wel puntjes of onderbelicht waren of niet in stonden. Wat er genoemd werd was het, de recreatieparken zeg maar in het noorden van Noordwijk. Natuurlijk een heel apart gebied. Dus er lopen allerlei visies op die parken. Wat moet je ermee? Moet je wel of geen permanente bewoning toestaan? Veel vraagstukken. Daar moet ook dat stukje hoort thuis. Als je het hebt over Noordwijk tot 2030 hoort dat erin. De jeugd was vrij onderbelicht. Bollenbedrijven, bolle. CDA dingetje denk ik. Ja, absoluut. Nou ja, maar het kwam uit een van de inwoners. Dat was echt een bolleboer. Wij hebben ons, en er is ook pers geweest, en wij hebben ons de hele avond stilgehouden. Het zijn alleen maar mensen geweest. En politici kunnen gewoon een avond stil zijn? Het was wel lastig, maar het is wel gelukt. Net aan de bakker was er ook bij, overigens. Heel sportief van hem. Ik vond het, zeker. En van de andere coalitiepartijen ook een aantal. Dus dat vond ik wel heel klasse. We hebben hem daar absoluut voor bedankt. Voordat het te klef wordt, inhoudelijk, wat stond er nou in het amendement en in de motie? In de motie stond dat het onderwerp werken te klein benoemd was in de startnotitie. Dat ging over werken bij de ESTEC voor ZZP'ers en het bedrijventerrein wat leeg staat. En daar hebben we aan toegevoegd eigenlijk dat we ook vinden dat er nagedacht en gesproken moet worden over de MKB, over het toerisme en evenementen voor jongeren. Ja, dat is het amendement. Het amendement zijn de onderdelen die misten. Dus dat is het noordelijke gebied met de recreatieparken, jongeren en jeugd, evenementen, bollen, cultuur en ik mis er één. Daar komen we straks op. Ja. Of anders de volgende keer. Dus dat werd. Nou, niemand durfde meer nee te zeggen, hè, want jullie hielden van elkaar. De vredespijp was gerookt. Dat gaat allemaal buiten ons zicht om. Dus overigens. U kon alleen maar ja zeggen eigenlijk. Mijn fractiegenoot, mevrouw Brink, die refereerde er in de eerste termijn aan dat ze heel blij was met de inbreng. Want het gaf absoluut toegevoegde waarde. En de manier waarop Roberto ter Harken namens de VVD ook verwoordde namens de drie oppositiepartijen. Dat sprak ons enorm aan. En daar gaven we ook een compliment voor, want door dingen die meerwaarde geven, daar is iedereen toch blij mee. Maar jullie konden toch geen nee zeggen, want het was zit in de grote vredestijd, dus dan ga je het niet meer kritisch lopen doen. Nou, die vredestijd die was pas daarna. Dus
dat was niet per se de reden. Het was gewoon een goed voorstel. Oké. Dan hebben we het is gisteren aangenomen, unaniem aangenomen met de wijzigingen en met de amendementenmotie. Maar er is weer een burgerinitiatief ingediend. Een burgerinitiatief door dezelfde mensen als bij de Hotels van Oranje. En het burgerinitiatief houdt eigenlijk in van, doe het toch even niet, het nieuwe toekomstplan. Want jullie hebben al zoveel plannen gemaakt. Ga die gewoon uitvoeren en kappen met die nieuwe omgevingsvisie. Vertaal ik het zo goed? Ja. Ik heb hem eerlijk gezegd niet in detail gelezen. Want ik had me gefocust op een aantal andere agendapunten die voor mij van belang waren. Dus misschien dat Stefanie daar iets over kan vertellen. Is van het burgerinitiatief bekend? Ja, klopt. De oproep is inderdaad, daar liggen al zoveel visies. En het is niet verplicht. De provincie moet vanaf 2018 een omgevingsvisie hebben. Voor de gemeente is dat helemaal nog niet aan de orde. Dus zij hebben gezegd van nou, doe het niet. Wacht ermee tot het echt noodzakelijk is. Die ligt voor de 21ste ter behandeling. Dus het is afwachten wat daaruit gaat komen. Ja, de vorige keer werd zeg maar het proces bij de Hotels van Oranje werd als het ware een soort van bevroren vanwege dat burgerinitiatief. Lopen nu de kans dat het nu ook weer gaat gebeuren? Het proces is niet echt bevroren. Het moest in behandeling genomen worden. Dat is uiteindelijk toen ook, dat liep eigenlijk een beetje gelijk. Dit zou bevroren kunnen gaan worden natuurlijk. Want dat is wel waar wij toe opgedragen worden. Ja. Dus. Niemand in de politiek durft het natuurlijk hardop te zeggen, maar wordt het burgerinitiatief nu niet gewoon gebruikt door een groep om politiek te bedrijven? Want dit gaat over omgevingsvisie, dit gaat niet over een gebouwtje hier of een straat daar of om duidelijke onderwerpen. Het is als het ware een beleidsmatig ingestoken onderwerp voor een burgerinitiatief. Het lijkt net of meneer Stol, die zat bij een politieke partij, alsof die... Een van de medeondertekenaars is een commissielid van mevrouw Van den Berg. En dat is? Meneer Van Triest. Die is ondertekend? Ja. En dat is een partijgenoot van u? Ja. Commissielid. Op persoonlijke titel hoor, heeft hij dat gedaan. Oké. Maar het lijkt net of er politiek bedreven wordt met het middel burgerinitiatief. Of heb ik een verkeerd gevoel bij burgerinitiatief? Ja, het burgerinitiatief is ooit in het leven geroepen om de burgers een stem te geven. En we willen ook allemaal zo graag dat de burger mee mag praten en mee mag doen. En we willen er naar luisteren. Dus ja, op zich denk ik, dat moet op alle onderwerpen kunnen. Oké, ook toch? Ondanks dat de collegepartijen zeiden, alle burgers konden meepraten. U heeft nog een extra avond gehouden, konden ook alle burgers meepraten. Ja. En toch zegt het burgerinitiatief, doe het niet. Die willen wachten. Kijk, het gaat natuurlijk, dit is wel iets wat een hoop geld gaat kosten. De hele omgevingsvisie. Heel veel tijd gaat erin zitten. Het is maar afwachten hoe dat... Er wordt gezegd, de processen gaan door, de projecten gaan door. Ja, dat moet er wel allemaal in passen. Dus goed, ja, dat is aan die burgers die hem hebben ingediend om daar een... Dat mogen we niet veroordelen? Nee. Oké, nou duidelijk, dan doen we dat niet. Jeugd en jongerenwerk, de wethouder Salman had een mededeling. We hadden een tijdje geleden een bezuiniging. Die ging even niet door, want we gingen weer het gesprek aan met jeugd en jongerenwerk. Wat is eruit gekomen? Nou, dat die bezuiniging in ieder geval wel doorgaat, maar dat ze eenmalig een klein bedrag krijgen, tenminste 7.500 euro als ik het goed heb. 7.500 euro, ja. Ja. En daarmee moeten ze dan proberen om een project te starten. Maar ze gaan ook één avond dicht, omdat ze krijgen minder geld. Ja. Ze krijgen wel 241.000 euro overigens, dat is ook een hoop geld. Maar ze krijgen iets minder dan wat ze denken nodig te hebben. Ja. Maar goed, de wethouder heeft daar een plausibele verklaring voor gegeven. Ja, vond u dat ook een goede verklaring? Nou, we krijgen de verklaring nog. Hè. Er zijn een aantal scenario's uitgewerkt en daaruit is een keus gekomen dat ze dus eenmalig dat bedrag krijgen. Ja, goed, we wachten graag de stukken af en kijken wat het gaat betekenen. Toevallig zag ik vandaag iemand van het jeugd- en jongerenwerk en die had er niet zo'n fijn gevoel bij. Dus ik ben benieuwd. Die ging ook een aantal uur inleveren. Dat is natuurlijk nooit leuk, dat snap ik ook zelf wel. De oorspronkelijke bezuiniging gaat gewoon door, 64.000 euro totaal, dat is een flink bedrag. En dan 7.500 euro voor preventieve projecten, of projecten op het gebied van preventie, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. Wat wilt u dan gecontroleerd zien? Dat die ambulante hulp, die hulp op straat, op zoek naar de schoffie, zal ik maar even heel populair zeggen, dat door blijft gaan? Nou ja, ik vond ook de hangout een heel belangrijk ding, want er is al niet zoveel voor de jongeren in Noordwijk. Ze kunnen daar terecht en ook de probleemgevallen worden daar opgevangen eigenlijk.
ja goed, nu gaan ze een dag extra dicht. Dus dat betekent dat die jongeren een dag extra op straat zwerven. En daar moet die andere hand hulp dan weer in actie komen? Ja. Nou, dus is het cirkeltje weer rond? Ja. Oké, okay. Nou, we gaan afwachten. U krijgt de officiële verklaring nog. We hebben het over polo-hotels gehad. Die mogen we zo niet meer noemen. Volgens de indiener van de vragen, PvdA GroenLinks, die noemden ze zelf polo-hotels. Maar gelukkig komen ze zelf op hotels met arbeidsmigranten. Ze had vragen gesteld. Er zijn allerlei problemen mee, zeggen omwonenden. De burgemeester heeft het uitgezocht. Die zegt, er zijn helemaal geen problemen mee volgens de cijfers van de politie. Waarom kwam PvdA GroenLinks er alsnog op terug? Nou, dat zou je eigenlijk aan mevrouw Kraan van de PvdA GroenLinks moeten vragen. Ja, maar die zit hier niet aan tafel. Maar die zit hier niet aan tafel. In ieder geval, de cijfers die waren niet zo schokkend als dat mevrouw Kramer had verondersteld, naar aanleiding van de geluiden die ze uit de wijken hoort. En ja, cijfers die zijn concreet, maar goed, een gevoel, dat is iets subjectiefs. Dus ja, daar is altijd lastig vergelijken, hè? Ja, maar er komt wel een gesprek nu tussen burgemeester en omwonenden. Dat heb ik gelezen. Ik heb het gisteren eigenlijk niet letterlijk gehoord dat hij het heeft gezegd. Het werd hem wel gevraagd, maar hij heeft niet volgens mij ja gezegd. Maar het was wel opgetekend, zag ik. Okay. Dan gaan we nog met de zweefmolens, wou ik zeggen. Het is kermis in Noordwijk. We gaan met de draaimolens ook niet. Hoe heet die kring? De windmolens. Windmolens, ja. Los van de woordwaarde. Daar is weer een actualiteit, want we gaan weer protesteren in de Tweede Kamer. Nou, we krijgen sowieso op komende dinsdag een informatieavond in Katwijk met een animatiefilm. En ook een aantal specialisten komen vertellen wat de impact zou kunnen gaan zijn van 700 windmolens op 10, 12 mijl hier recht van onze kust. 200 meter hoog, dat is pak een beetje 7,5 keer de vuurtoren, om een idee te geven. En dat willen wij als Noordwijkers volgens mij niet. Nee. En we gaan actie voeren, met elkaar. We gaan echt actie voeren, met spandoeken en zo? Nou, dat gaan we nog uitwerken, maar we gaan wel in gezamenlijkheid onze stem laten horen. Oké, dus er komt nu daadwerkelijke actie. Alleen roepen, dat wordt niet gehoord in de Tweede Kamer. Nou ja, klaarblijkelijk niet genoeg, want minister Kamp die gaat gewoon met full speed verder. En wij denken dat er alternatieven zijn. Oké. Nou, duidelijk. We gaan het afwachten. Bedankt voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Dit was het Stuur van de Bollestreek, afslag Noordwijk. Bedankt voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer.